welkom bij een nieuwe videoles van Foberta. En deze keer gaan we kijken naar weer een andere berekening met bewegingsvergelijkingen. En dit is even gewoon een echt pittige. Namelijk, stel je voor, iemand staat met een raketwerper op 75 meter van een bunker. Hij schiet de raket af en de raket weegt 5 kilogram en heeft een stuwkracht van 500 newton achter zich hangen. Voor de rest weten we eigenlijk helemaal niks, behalve dat natuurlijk de raket die wordt afgeschoten, heeft natuurlijk een beginsnelheid van 0. En ja, daar houdt eigenlijk al onze basiskennis op dit moment wel eventjes een beetje mee op. Goed, hoe gaan we zoiets aanpakken? Nou, eigenlijk door gewoon logisch na te denken van, goh, wat hebben we allemaal? En het eerste wat we hier hebben is natuurlijk een massa en een kracht. Dus dan kunnen we ook zeggen van, hey, ik heb een massa en een kracht. Dus de versnelling is altijd kracht gedeeld door massa. Dus ik heb 500 newton gedeeld door 5,0. Dus dan hebben we een versnelling van 100 meter per seconde kwadraat. Dus dit is een raket die er redelijk hard vandoor vliegt. Nou goed, dat is op zich ook wel mooi om te weten. Maar goed, wat kunnen we hierna verder? Een van de dingen die we eigenlijk moeten doen is kijken van, goh, kunnen we nu allerlei dingen in de bewegingsvergelijking gooien? Kunnen we een gemiddelde snelheid of kunnen we een tijd berekenen? En ik ga in dit geval weer voor de bewegingsvergelijking, want die vind ik eigenlijk het makkelijkst. Of eigenlijk het logischst, want ik kan er eigenlijk alles in invullen behalve de tijd. Namelijk, ik kan zeggen van, de plaats waar ik begon is... Nee, sorry, de plaats waar ik op een bepaald tijdstip ben is mijn beginplaats plus mijn beginsnelheid keer de tijd... plus een half keer de versnelling keer de tijd in het kwadraat. Goed, de plaats waar ik uiteindelijk wil wezen is 75 meter verderop. Ik begon op locatie 0. De raket die stond stil in de raket... even kijken, raketlauncher, hoe heet zo'n ding? Raketwerper. Op het moment dat ik hem afschoot, dus dan kan ik hier 0 keer de tijd doen. En ik heb hier nog een half AT kwadraat over en een half weet ik... A, de versnelling heb ik net berekend, die is 100. En de tijd, t kwadraat, heb ik nu ook. Dus ik kan ook zeggen dat 75 gelijk staat aan 100 t kwadraat. Oftewel, t kwadraat is... nu maak ik echt heel veel slordigheidsfoutjes in mijn schrijfwerk. Is 75 gedeeld door 100. Dat is dus 0,75. Dus de tijd die erover doet... is 75 gedeeld door 100 is, en daar de wortel nog eventjes van, hup, dus de tijd die hij erover doet is 0,866 seconden. Ik ga nu nog helemaal verder niks afronden, maar het enige dat ik weet is dat hij na 0,866 seconden de bunker raakt. De vraag is alleen nog op welke hoogte. Gaat hij de bunker raken? Nou, hoe kunnen we dat doen? Eigenlijk door nog een keer de bewegingsvergelijking in te gaan vullen. Want we hoeven niet al te moeilijk te doen. Dan kunnen we gewoon namelijk nu gaan zeggen. Dat de hoogte waar ik op een bepaald tijdstip ben. Is mijn beginhoogte plus mijn beginsnelheid in de y-richting keer t. Plus een half g t kwadraat. Dus daar kunnen we ook wel dingetjes invullen. Namelijk de hoogte waar die op een bepaald tijdstip is, kan ik gaan berekenen. Uit het plaatje kan ik aflezen dat ik op 1,5 meter hoogte begon. Mijn beginsnelheid, nou ja, die kogel of die raket, die valt nog niet op het moment dat ik hem afvuur. Dus die is in dit geval 0. En voor een half gt kwadraat hebben we natuurlijk een half keer min 9,81 keer... t kwadraat en die t die wisten we natuurlijk ook. Die was 0,866 en dat gaan we in het kwadraat doen. Dus wat krijgen we dan? Dan krijgen we dus dat, even kijken, nou hoogte op een bepaald tijdstip is 1,5 plus, nou ja, 0 keer t, dat ga ik even overslaan, plus een half keer min 9,81 keer 0,866 in het kwadraat. Alles netjes ingevuld. Dus
Dat betekent dat de raket zal inslaan op een hoogte van... Oeh, dat is niet zo hoog als ik had gehoopt. Min 2,17 meter. Oké, dat betekent dus dat als je een bunker wil raken van die afstand, dat je een probleem hebt, want blijkbaar gaat de raket naar een hoogte van, even op schaal, min 2,17 meter. Dus je raket vliegt la 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 en hij raakt de grond. Nou, dat is vervelend. Maar, zo zei het, we kunnen het ook omdraaien. We kunnen natuurlijk ook zeggen van, nou, stel je schiet die raket dus horizontaal af. Op welke afstand raak je de grond? En als we dat gaan doen, dan hebben we eigenlijk weer exact eenzelfde trucje. En als we dat gaan doen, nou, dan gaan we dit eventjes allemaal weghalen. Dit allemaal weg, dit allemaal weg, dit allemaal weg. Dan teken ik heel even de baan van de raket opnieuw. Even kijken, dat ging dus zo naar een hoogte van min 2,17 meter. Goed, dus de vraag is nu, waar ligt dit punt? En om dat punt te breken, dan kunnen we eigenlijk exact hetzelfde doen. Namelijk de raket die begint en die gaat vallen. Dus als de raket begint en hij gaat vallen, dan kunnen we zeggen, de hoogte op een bepaald tijdstip is mijn beginhoogte. Plus V0 keer T plus een half GT in het kwadraat. Nou, de hoogte op een bepaald tijdstip, de hoogte waarop ik wil dat hij terechtkomt, is 0 meter. Dat betekent dat hij vanaf 1,5 meter hoogte gaat vallen. Die raket, als ik hem afschiet, heeft nog geen beginsnelheid. Dus dat is 0 keer T. T moet ik gaan berekenen. Plus een half keer 9,81 keer T kwadraat. En hier gaat bijna wat mis, want iets dat naar beneden valt, gaat omlaag. En wordt omlaag versneld. Dus hier moet niet staan 9,81, maar hier moet staan min 9,81. Negatieve snelheden, of snelheden omlaag, zijn altijd negatief. Versnellingen omlaag, altijd negatief aanhouden. Scheelt een hele hoop gezeur. Dus daar kunnen we van maken. 0 is een half min 4,905 t kwadraat. Dus dan maken we van dat 4,905 t kwadraat is 1,5. Dus t kwadraat is 1,5 gedeeld door 4,905. Dus t is, en ik ga het even in één keer doen. Dan zeg ik gewoon de wortel van 1,5 gedeeld door 4,905, 905 moet het zijn, is... Nou, blijkbaar raakt de raket na 0,553 seconden de grond. En hoeveel afstand heeft hij dan in die tijd afgelegd? Dat kunnen we ook relatief makkelijk en snel gaan berekenen. Namelijk, de afgelegde afstand op een bepaald tijdstip is de beginplaats plus V0 keer T plus een half AT kwadraat. Nou, de plaats waar we terechtkomen moeten we gaan berekenen. Ik denk dat we dan maar zeggen dat we op 0 meter begonnen. De beginsnelheid van de raket op het moment dat je hem wegschiet is hij nog 0. Die gaat nou steeds harder door de raketaandrijving. Dus 0 keer T. Plus een half keer, nou de versnelling was 100 meter per seconde kwadraat, keer de tijd in het kwadraat. Dus dan kunnen we wat dingen gaan invullen. 0 valt weg, 0 valt weg. Dan houden we dus alleen nog over een half keer 100 keer de tijd in het kwadraat. En die was 0,553. Dus dan gaan we zeggen dat die is, even kijken, 0,5 keer 100... keer ons vorige antwoord in het kwadraat. Liever de onafgeronde getallen gebruiken. Dus, wow, die raketten, die is niet zo veilig als dat je zou denken. Namelijk, na 15,3 meter
valt de raket al op de grond en zal die gaan exploderen. Waarom is dat logisch? Nou ja, goed, de raket is of maakt een versnelde beweging. Dus hij begint langzaam en hij zou steeds sneller moeten gaan. Maar ja, omdat hij langzaam begint, zal hij in het begin ook sneller vallen. Voor de echte liefhebbers, dat zou dus betekenen dat zijn echte beweging, als je hem ziet gaan, waarschijnlijk meer in de buurt van... Oh. Zoiets terechtkomt, wat heel erg tegen het gevoel ingaat. Maar het is toch altijd leuk om daar even naar te gaan kijken. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.